Vlak voor Guy's vertrek komt zijn vliegmaatschappij in financiële problemen en moet hij hals over kop een andere vlucht regelen. Dat lukt en op 12 april komt Guy aan in Sri Lanka om heerlijk te gaan backpacken. Maar al snel wordt hij doodziek. Voedselvergiftiging en een parasiet gehad. Behoorlijk heftig. Ik heb zelden zo ziek zijn meegemaakt. Na dagen van heftige koorts en doodziek op zijn hotelkamer te hebben gelegen, gaat het zo slecht dat Guy terechtkomt in het ziekenhuis in Colombo. Hij is net iets opgeknapt als zondag de aanslagen plaatsvinden. Nou ja, ik zat op de 10e verdieping van het ziekenhuis, dus ik kon ook de helikopters zien vliegen. Je ziet ook ambulances aan en afrijden. Ik vond het heel luguber ook wat er gebeurde. Je voelt alom spanning en stress. Guy wil zo graag weg dat hij uiteindelijk zijn eigen infuus uit zijn arm trekt omdat het hem te lang duurt. Een ambulance van het ziekenhuis brengt hem naar het vliegveld waar het een grote chaos is. Ja, daar voel je ook echt de wanhoop, want daar zijn extra controles ingebouwd. En de toeristen die moeten uren wachten daar en ja, die gaan hun vlucht niet meer halen. En dat voel je en dat zie je ook heel erg. Dus de frustratie was eigenlijk overal zichtbaar. Uiteindelijk weet Guy door de ambulance de meeste controles te omzeilen en haalt hij wel zijn vlucht. Zeg maar het eerste positieve van de vakantie. Maar wat ik zelf nog wel het meeste schrikken heb gevonden, is dat je op het vliegveld dan aankomt en daar is heel veel politie en leger te been. Maar dan blijkt daar ook nog een bom te liggen. Daar kom je dan eigenlijk achter op het moment dat je net dat vliegtuig instapt. Gisteren bij aankomst op Schiphol blijkt ook zijn backpack verdwenen. En Guy heeft nu alleen nog zijn rugzak. Sri Lanka is nu al de derde keer dat hij terrorisme van dichtbij meemaakt. Het is wel iets wat jou achtervolgt. Ik heb daar eigenlijk nooit echt bij stilgestaan. En ik denk dat ik dat niet te veel moet doen. Ik vind dat vooral ontzettend jammer dat dat blijkbaar deze tijd hoort.